Kijk, en op zich is dat natuurlijk ook wel leuk, want dan kunnen we jullie ook weer meenemen in dit avontuur. We hebben dus proeftegeltjes besteld. Hi! Wij hebben weer een leuk pakketje binnengekregen. Nou, moet je toch eens kijken wat leuk. Ja, moet je toch eens even kijken wat leuk. Welkom bij een nieuwe video. Ja, je ziet het goed. Ik ben nog steeds niet aan de kapper geweest. We staan in de tuin. Kijk. Dat was dus... Weet we je? Hebben dus... We hebben een knoop doorgehakt. Drie mensen... en toen knoop doorgehakt. Lekker vaag weer. Mm-hmm. Ja, de zomer begint... eraan te komen. We zitten lekker in de lente. Het zonnetje begint te schijnen. En wij zitten nog in een zandbak. Ik vind je wel heel enthousiast. Want zoveel zon hebben we nog niet gezien. Maar inderdaad, zandbak. Zandbak. En dus we dachten, oké, we gaan toch gewoon even wat offertes vragen. Eentje, veel te duur. Andere reageert gewoon niet. Belooft offertes te sturen. Elke keer een week later. Maar zonder enige communicatie gewoon niet. Heel dus vind. Daar heb je dan ook geen vertrouwen meer in. En ondertussen is Sergio... Sergio? Wel aardige mens trouwens. Dat dan weer wel. Dat zeker. Maar zakelijk... Nee. Ondertussen is Sergio de nachtmerrie van de oprit een beetje vergeten. En begon er toch wel weer te kriebelen. Dankjewel voor deze herinnering. Ik heb trouwens nog water en lopen. Aan het idee te wennen om toch de tuin zelf te gaan doen. Kijk, en op zich is dat natuurlijk ook wel leuk, want dan kunnen we jullie ook weer meenemen in dit avontuur. Want het is met een lap grond natuurlijk, wat we hebben. Hectare! Nou, dat dan nog net niet. Ja, achter ons. Maar het is best een lap grond. En wij hebben, zoals jullie van ons gewend zijn... Weer aparte ideeën. Nou, dus we gaan het zelf doen. Ja. We hebben gisteren al deze tegels van daar naar daar gesjouwd. Ja, hebben we gedaan. Want dat weet voel je ik nog? Nu in mijn spierballen. Zo, ik ook. Voel ook jouw spierballen. Ja, hè, dat kan je. Oh, zo. En wat wij je vertellen, schat? Nee, niks. Dat een keer zo, weet je nog, dat ik een keer een leuk terrasje had gelegd. Dat leuke terrasje. Ja, dat hebben we nu allemaal weggehaald en de hele stapel lag daar. Waar we nu mee bezig zijn, is dat we hier dus daadwerkelijk een terras willen gaan maken. Je ziet het niet. Ja, een heel klein lijntje is er al gespannen. 3 meter diep. Ja. En dat worden vlondertegels van hardhout. Ja. En het is vanaf het huis 7,30 meter, dus het is ongeveer 7 meter afschot tot aan het touwtje. Het vlonde gedeelte wordt redelijk recht gelegd. Hier kan namelijk straks heel veel water in de grond in. En de vlonde tegels worden hardhout. Beetje spa-stijl. Ja, een beetje wellness inderdaad. Van een meter bij meter. Daarvoor gaan we dus de stoeptegels gebruiken als steun. Op de stoeptegel, want we willen ongeveer een 15 centimeter omhoog, zoals een echte traptreden, gaan we onze oprittegels gebruiken, waar we er nog heel veel van restant hebben. Want we houden niet van weggooien. Efficiëntie ten top. En even kijken, worteldoek, stoeptegel, dan regels noemen ze dat, van die balken. En... dan nog die steun inderdaad, verhoging, maar dan die vlonder terrastegel erop. En dan hebben we als het goed is het begin van ons tuin, een mooie terras. Ja, en het leuke is, hopen we, dat je natuurlijk telkens steeds meer wat meer afziet. En het zijn meer afdelingen, compartimenten in de tuin. Mooi gezegd. Mooi gezegd, hè? Ja, dus dat is hopelijk ook wat leuker en motiverender om te doen. Het blijft natuurlijk een flinke klus. Maar ik heb er zin in
En Sergio die had er ook een beetje zin in gekregen, gelukkig. Vertel nog eventjes hoe de terras gaat lopen, die we opgehoogd hebben. Hoe het terras gaat, wat ja. We op gaan hogen? Nee, dat loopt dus zo tot hier. En dan hier komt één tegel, zeg maar, door de helft. Een mooie diagonaal zo naar hier. Dit ja. Is 3 meter. Dus eigenlijk wordt dat een soort van driehoek, hè? Dus dat wordt een beetje... Hoe is de schuinig? Telling, de story, ja, maar jij... Zoiets. Nee, gaan we verder. Oh, sorry, baby, please go on. Ja, er komt hier de jacuzzi. En er komt hier een tafel. En dan komen al onze vrienden eten. En hier komt een... Oh ja, hier kwam een schommelstoel, toch? Ja. En hier komt een outset. Ja, en die wordt ook weer schuin. Ja, hier ook schuin. Maar die hebben we alleen nog niet gezet. Nee, die hebben we nog niet gezet. En dan komt hier... Weer een afstapje naar beneden. Oh, hier komt afstapje naar beneden. En hier komt mijn keuken. Ja. En dan gaan we hier, waar de palm nu staat, dan waarschijnlijk 2... Dit wordt ons fotohoekje. Zijn in de Caribië. 2 barkrukken bijvoorbeeld, ja. Die we daar dan neerzetten. Zodat je een klein barretje hebt naar het keukentje van Ser. Ja. En dan... een mooi pad. Hier komt een mooi pad van weer hele bijzondere tegels. En het is nog even de vraag of wat we willen dat we dat kunnen realiseren. Zeker. Want zeker. We willen weer iets aparts. Dus logisch. Ja. Logisch. En hier komt eigenlijk het kruidenhoekje. Ja. Nou. Ja. En daar in de hoek komt, waar nu de stapel stenen liggen, komt speeltuintegels voor Jessie. We hadden bedacht een rondje, maar daar zijn we nu van teruggekomen, want eigenlijk is het verspeelde ruimte. Hè, je hebt veel minder aan de ruimte als je het rond maakt. En het sluit dan gewoon wel wat mooier aan op de rest van het design. Correcte mundo. Zo is het. Dus, en hier waar we nu al staan, dat worden eigenlijk wildverbandtegels. Ja. Nou, dus dat in een notendop. Ergens 2025 klaar. Ja, mooi. Hallo. Nou, ik heb weer lekker gewerkt. Sergio heeft een nachtdienstje gehad. En na zijn nachtdienst is hij lekker gaan koken. Maar ook verder gegaan in de tuin. En zo gaan we stapje voor stapje verder. Het is nu een beetje overbelicht. Zo, kijk. De eerste paar stenen zijn gelegd. Als ondergrond. Voor de balken dadelijk. En hier steekt hij dus wat meer uit dan daar. Want daar komt dus een schuin gedeelte. De Sergio is super goed bezig. En wij hebben dus... Oh, het is ook lekker weer, hè. Heerlijk. En ik ga ook ergens in de vet en barbecue. Super. En we hebben dus proeftegeltjes besteld. Die we dus als... Ik vergeet telkens hoe het heet. Waar wij de Portugese tegeltjes willen plaatsen. Waar we het op willen plaatsen? Ja, hoe heet het ook alweer? Proeftegels. Nee, ik bedoel hoe het eerste gedeelte. Serre. Patio. Serre. Serre, nou ja. We willen aan het huis, zeg maar, een soort van serre gaan maken. Anyway, aan het huis. En daar willen we bijzondere tegeltjes. En we hebben dus proeftegeltjes besteld. Hi! En ik ben zo benieuwd, want ze zijn al binnen. Echt super snel. En stenen! Heb jij ook mooie stenen? Wauw, die is mooi. Kijk, papa en mama hebben ook hele mooie tegels besteld. Kijk! Zo benieuwd. Nou, goed ingepakt zijn ze in ieder geval. Oh my, proefstempels. Are you ready? We krijgen natuurlijk maar een heel klein stukje, dus dat is wel jammer. Maar, oh kijk, dit is het stukje. Ja, je denkt, wat is dit? Oh ja, dit is de andere soort. Dit is de retro tegel, zeg maar. Een hele nice... Is... Ja, sowieso een toffe vibe, hè? Ja, zacht ook. Het is zacht. Ik denk dat het glad is als er water op zit.
Denk je niet? Ja, het is geen anti-slip of zo, nee. Nee. Maar het is geen hoogglans of zo. Het is niet geglazuurd. Nee, dat niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat het misschien helemaal niet zo glad is. Nee. Nou. Maar ja, dan zie je dus gelijk de dikte. Ja, die dat is echt dus maar 8 mm. Vrij dun. En dus eigenlijk niet heel erg geschikt voor in de tuin. Nou ja, het is wel geschikt voor in de tuin. Maar het is, je moet er een zekere ondergrond voor leggen. Een fundering. Ja. Dus normaal gesproken gaat dit gewoon op een betonharde vloer. Ja. Maar dat doen wij dus niet. Dus wij gaan het doen op. Nou ja, als we dus zelf die betonnen stoeptegels hebben gelegd, heb je ook een betonnen fundering. Ja. Het is alleen wat onconventioneel. Ja, zoals wij zijn. Zo zijn wij blijkbaar. Maar dit zijn dus eigenlijk drie verschillende soorten tegels. Ik zal eventjes kijken of ik kan laten zien wat het dan eigenlijk voor patroon heeft. Deze is dit. Is wel super cool. Hè, schat? Ja, dus deze is meer Art Deco. Ja, gewoon super vet en heel anders dan anders. Ja. Dus dat vinden wij er echt super gaaf aan. Dan hebben we deze. En die hoort bij dit. Dit. Dit heeft meer een beetje een zachte kleur. Hè, dus dat is hoe noem je dat? Meer pastel. Meer pastel, inderdaad. Ook leuk. Dat is meer het Portugese patroontje. En dan hebben we nog deze. En die hoort hierbij. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Zelfde figuurtjes, maar dan een donkere kleur. Dus ja, een wat diepere kleur eigenlijk. Ook leuk. Afwisselend. Maar ja. Ons laatste idee was dus om het met deze te gaan doen. Dus ja, ik ben nog benieuwd waar we uiteindelijk op uitkomen. Goedemorgen. Morgen. Oh, mijn haar ziet eruit op vandaag. Zo, nou, we zijn al vroeg in de veren, want wij gaan sporten. Wij gaan spinning doen. Echt zin in. Ja, het is wel heel goed. Maar vorige keer, toen kreeg ik echt helemaal kramp in mijn voet en zo. En dat was minder. En het is wel echt super zwaar. Maar goed. We zijn goed bezig met het goed eten. Dus dat is heel erg fijn. Serge is ondertussen een hele catering aan het maken. En die gaan we zo langs brengen. Dus hij is heel goed bezig met lasagne. En hij heeft een cheesecake gemaakt. Een hele lekkere Ierse lasagne. Ik heb een witte chocolade cheesecake. Met agave siroop. Met bovenop een peren gember gelei. Mag ik zien? Zelf gemaakt. En daar bovenop een dikke laag. Mag ik voelen? Pure chocolade. Wauw. Mag ik proeven? Ja, dat ziet nee, er goed proeven uit. Nee, de proeven gaat helaas niet, schat. Want, Nee, dat vind ik dus wel een ding, hè. Met taart of iets. Eigenlijk, als je hem gewoon heel wil houden, kan je hem dus nooit proeven. Dus dan weet je eigenlijk ook niet wat je nu serveert. Nee. Of het gelukt is. Dus. Ja, dus. Ja. Kom je steeds verder. Goed, ze zijn er naar aangelegen. Gaaf, zegt Jessie. Cool hoor. Je kan ook Chase en zo er vanaf laten gaan, hè? We zijn weer terug. Zoals je ziet hebben we hard getraind. Ik denk iets van 450 calorieën verbrand.
Mijn god. Ja, het is wel lekker als je het hebt gedaan, zeg maar. Maar het is niet mijn ding. Het is niet dat ik denk, goh, wat vind ik dit eigenlijk leuk? Of zo. Oh, wat was dit lekker achteraf. Dat heb ik dan gewoon niet. Ja, ik slaak me af op een gegeven moment. Als je de conditie hebt opgebouwd en je hebt er een beetje echt wel wat spiergeheugen in zitten voor het spinnen, dan gaat het je ook een stuk makkelijker af. Dus dan kun je er misschien wel een soort van plezier in. Ja, misschien wel. Ja, het is, ja. Ik leer liever een dansje en word daar moe van. Ja, oké. Maar goed, we hebben het weer gedaan. Dus, en we gaan vandaag gaan we naar mijn vriendin Meta. Tevens lotgenootje. En super blij met haar in mijn leven. En we gaan eindelijk ook haar vriend ontmoeten. En naar de nieuwe huis kijken. Super leuk. Hè? Alleen maar leuke dingen. Alleen maar leuke dingen. Ondertussen is Sergio weer flink aan het koken. En zijn eigen lasagne aan het maken. En salade, spessieboom, tonijnsalade of zoiets. Ja. En hij heeft dus een super lekkere taart gemaakt. En boven hoor je ons hulpen in huis. Dus dit gaat helemaal goed komen vandaag. Perfect weekend. Perfect. Zo, de catering zit in de auto. En wij gaan na het afgeven lekker naar Meta. The all that darkness. Je moet eigenlijk een bord maken. Goedemorgen! Morning! Hi. Gisteren was een hele gezellige avond bij mijn vriendinnetje Meta en haar vriend Aurelio. Hij komt uit Portugal, dus dat is wel leuk om daar ook het een en ander over te horen. Ondertussen is vandaag Sergio weer verder gegaan met de tuin om de basis neer te gaan leggen. Even wat. Zo, dat is beter voor jullie. We hebben wat zand over, dus dat proberen we er tussendoor een beetje te doen. Ik ben snel naar de bouw of naar het tuincentrum gegaan om even een nieuwe schep te kopen. Kijk, en deze leek me ook wel handig. Want daar staat dus de inches op. Een nieuw schepje voor Jesse Silver en wat handschoentjes. En een nieuwe schep voor die papa. Nou, nu gaan we ons klaarmaken om naar Eden na te gaan. Want die hebben we ook alweer een tijdje niet gezien. Hoppakee. En dan is het weekend alweer voorbij. Nou, wat denk je? Dan gaat mijn broer weg bij mij. Vergeet hij gewoon zijn camera. Nou, rij ze nog even de stal in bij ons. Wat een familie ook, hè? Nou, doei. Kom eens zeg. Ik neem de vlog over. Hey, mazzel. Nou, vond je dit een leuke vlog? Een hele goede avond. Nou, ik heb deze Silver net naar bed gebracht. Die heeft een hele leuke dag gehad vandaag. Want hij had zijn eerste sportdag. En het leuke was dat Sergio daarbij was om te helpen. Dus dat is natuurlijk superleuk. En Sergio, die was zo lief om mijn fiets mee te nemen om hem na te laten kijken. Want hij is gewoon niet betrouwbaar. Hij is echt onstabiel. Ik kan Jesse echt eigenlijk niet 2 seconden loslaten. Anders kiepert heel die fiets om. En dat komt omdat het gewicht te zwaar is. Dus ten eerste is dus echt mijn standaard niet meer goed. En vervolgens heb ik Jesse Silver achter op mijn fiets zitten die 22 kilo is. En daarachter zitten nog mijn zware fietstassen. Maar Sergio was zo lief om hem na te laten kijken. En we gaan dus het een en ander even aanpassen aan de fiets. En dan hoop ik dat het toch fijner wordt om ermee te fietsen. En hij is daar dus nu mee bezig. Daar is mijn klusjesman. Hallo. Dag klusjesman. Nou, de fiets deze is er al af.
En daar moet een andere voor opkomen. Ja. Het gaat nog niet zo makkelijk als... Nou, het gaat wel makkelijk. Er zijn alleen een aantal opties, mitsen en maren, die ik even met jou moet overleggen. Oké. Ja, want mijn fietstassen die gaan we er dus afhalen. Ja, want dat die hoeft in principe niet. Steken. Nee, het hoeft niet. Maar dan verandert het niks aan de situatie, denk ik. Jawel. Wat dan? Nou ja, Jesse zit niet meer in dat ding. Dus die zit niet meer hoog en naar achter. Mm-hmm. Dus die zit gewoon lekker hier als die erop zit. Ja. Ja, dus het kieperen, dat is dan weg. Maar hij zeg maar een stuurtje, die moet eigenlijk hier, maar die zit super laag. Dus daar heb je niet veel aan. Hmm. Dan zou je het zadel hoger zetten. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet. En deze steuntjes, die gaan eigenlijk hier. Ja. Dus jij denkt dat maar dat die is daar... super laag. Ja. Dus eigenlijk gaat het gewoon nog niet. Helemaal zoals we willen. Ja, niet helemaal. Kijk, ik heb vroeger nooit steuntjes gehad als ik achterop zat. Nee, maar je moet wel heel erg uitkijken dat hij zijn fietsen niet tussen mijn spaken laat. Ik ben nog nooit met mijn voeten tussen de spaken gekomen. Ik wel. Ja, dat is stom. Ja, nee, daar hebben we lekker veel aan. Ja, of mijn fietstassen moeten gewoon wel naar voren, dus dat dit eraf gaat. Mijn fietstassen naar voren, zodat hij dus inderdaad met zijn voeten in mijn fietstassen kan. Wel even een bestelling tussendoor. Ja. Maar we gaan dus nu de tassen eraf halen en dan gaan we even kijken of het allemaal wel past. Standaard werkt weer. Even kijken of het Jesse proof is. Ja. Nou, ben benieuwd. Mooi. Kom maar, aan deze kant, hè? Yes. Je hebt alleen nog niet iets waar je je voeten kan zetten. Doei. Dag, buurman. Dan moet je goed mama vasthouden. Heb je geen ding? Nee, je moet mij vast gaan houden. Kan en zit hij helemaal vast? Of kan je de... Nee, hij zit helemaal los. Nee, maar ik bedoel, ja, hij zit helemaal los, maar meer van, die zit zeg maar vast gemonteerd. Dit zit wel vast. Goedenavond. Hola. Goedenavond. Wij hebben weer een leuk pakketje binnengekregen. Nou, moet je toch eens kijken wat leuk. Ja, moet je toch eens even kijken wat leuk. En dat is weer zo'n pakketje waarvan je denkt, ja, het is toch eigenlijk altijd handig en je hoopt gewoon dat het heel goed is. Hè? Ja, want we hebben er eentje gehad een paar jaar terug. En sindsdien hebben we er een aantal andere gehad. En die waren dan toch net niet zoals die ene. Ja. Waar was die ook alweer van? Ja. Dat was ook een vrij merkloze. Volgens mij heb ik die gewonnen op vakantieveiling of zo. Ja, die was best die wel was prima. Dat was goed. Maar waarom ging die ook weer weg op een gegeven moment? Jij dacht, we moeten een nog betere. En uiteindelijk bleek die slechter dan... Ja, maar nee, dat was ook omdat hij gewoon wel iets mee was. Ja, ik weet het niet meer. Is oud. Maar waar hebben we het over? Ja. We hebben het over een draadloze stofzuiger. Een draadloze handstofzuiger. Inderdaad. Ja, kijk, we zijn nu best wel blij met onze huidige... De gewone stofzuiger. De gewone stofzuiger. Ja. Uiteindelijk willen we wel gewoon een robotstofzuiger. Ja. Maar een handstofzuiger is toch ook gewoon fijn om even snel even wat te pakken. Ja. In plaats van voor de grote dingen die... We hebben er dus een handkruimel, die eigenlijk noemden we het vroeger. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Van Ryobi. Ja, die is echt van de hele kleine. Ja, inderdaad. Dingetjes. En ook voor de hoekjes. Maar op de grond vind ik hem mooi. Dit is dus een steel. Draadloze steelhandstofzuiger. Zo, wat een plaatsing. Nou, ik ben benieuwd. Dat je denkt, hoe past
zo'n stofzuiger in zo'n doos? Nou, dat vroeg me dus ook af. Het is van het merk Calado. Voor mij net zo onbekend als die ene die we toen hadden dus. Maar ik hoop net zo goed als die ene die we toen hadden dus. Dus. We moeten even een pakketje in elkaar zetten, denk ik. Ik denk dat we dat maar eens even gaan doen. Ja. Laag 2. Daar komen de grote dingen. Yes. Of volgens mij? Lekker flexibel. Ja, heb je lampjes? Heeft hij ook weer een lampje? Ja, dat zijn ledjes. Ja, die wilden we, hè? Yes. Hij is lekker flexibel. Dat misten ook. We heel erg bij die dure die we toen hadden gekocht. Ja. Uiteindelijk waren we daar helemaal niet blij mee met die. Die was echt pokkenduur. Ja. Dat was van Bosch. Ja. En die waren we echt niet blij mee. Nee. En we misten heel erg het lampje. Het was zo'n teleurstelling. Dit ziet er allemaal wel weer heel chic uit. Ja. Dit is de accu zo te zien. En dit is het apparaat. Is die zwaar? Nee, helemaal niet. Ho, ho, ho. Mooi. Daar gaat hij. Klik. Hatsflatsie. Zit er al genoeg juice in om hem gelijk te testen? Wel een beetje. Maar. Kijk. Oh. Kijk. Oh. Oh ja, super. Dat klinkt goed. Hey. Komt ie? Ah! Ons lichtje. Hey, in de hoek zit al wat. Kom maar. Kom ik, hè? Kijk. Kom ik. Zie je? Kijk, al die viezigheid. Ja. Hoppa. En hier? Is niet eens opgeladen. Hoppa. Kijk. En hij maakt niet zo ongelooflijk veel geluid. Oh, je kan hem ook weer harder zetten dus. Ja, ik deed hem altijd op extra hard. Dat was met die andere ook. En hij is echt heel licht. Laat mij eens. Ben jij even? Ja. I want to break free. I want to break free. Ja, maar inderdaad, hij is lekker soepel. Ja. Meer opzetstukjes als het nodig is. Ja, top joh. I am impressed. Ik ook. Het is gewoon fijn dat je even naar boven. Deze kan je gewoon even. Ja, pak je veel sneller dan gewoon die grote. Ja. Die we toch een beetje in de weg staan. Ja. Hij maakt minder lawaai als waar we toen blij mee waren met die. Ja. Volgens mij. Oh, schat, zetten we ze uit. Filter, ja, er moet nog een filter in. Oh, zelfs zonder filter doet hij het goed. Momentje. Nou, kijk nou jongens, hij blijft ook gewoon staan. Staat hij mooi of niet? Staat hij mooi of niet? Nou, van waar was hij ook alweer? Van Calado. Nou, ik ben er blij mee. Ik ook. Oh, gelukkig, er zat al een filter in en dit is een reserve. Kijk, er zit ook een superhandig tooltje bij. Dan kan ik het nu nog niet laten zien hoe het werkt. Maar in die borstel komen heel vaak, vooral ja, met je krullen, van die hele bossen met haren. En dan kan je dus heel makkelijk dingetje, een mesje aan. En dan haal je die zo er langs zo. En dan snij je zo al die haren eraf. Ja, dat is echt wat top. Ja. Nou, ik ben echt... We worden steeds enthousiaster. Onder de indruk. Dat lijkt ons heel positief. Sergio kwam net van zijn werk en wij hebben een buurt-app. En wij hebben heel veel allemaal groep-apps. En ook een weggeef-app. En daar kwamen deze superleuke borden voorbij. En toen dacht ik, nou dat vind ik dan wel weer grappig om te hebben. En ze had ze nog, dus wij mochten ze hebben. Kijk. Twee leuke... Pizza borden. Dat is toch geinig? Geinig. Voor onze chef. Chef Groondaal. Daar ben ik inmiddels, hè? Ja.
Nou, ondertussen is hij dus alweer bezig voor de volgende ronde. Lekker eten. Lekkere kippendijtjes. Lekkere kippendijtjes. Ook voor ons. Want ik moet zeggen dat ik het dieet inmiddels toch wel erg lastig, eentonig. Ik weet niet. Ja, je eet toch best wel gevarieerd eigenlijk. Dus daar kan het ook niet helemaal aan liggen. Maar ik krijg toch af en toe wel zo die zucht naar even wat vies, wat lekkers. Wat gewoon echt een bepaald gevoel verzadigt waar ik nu niet echt aan toe kom. Ja, ik heb weer gewoon dat ik denk, ik had nu nog wel eventjes iets gewild. Maar ik heb niet per se echt een craving, nu moet ik chocola of nu moet ik dit, maar gewoon iets te eten. Maar over het algemeen gaat het best wel goed. Ik ben geloof ik iets van 4 kilo afgevallen. Ja. Of 3. Nou ja, ik weet eigenlijk, ik ben er niet vanaf het begin op gaan staan. Nee. Dus ik weet het niet helemaal, maar ik denk dat ik 3-4 kilo kwijt ben. En jij ook, hè? Nou, ik zit nu op 5 kilo. Oh, hij zit alweer op 5 kilo. Ja, nee, alweer, ik was gewoon meer om af te vallen dit keer. Ja. Ik zat op 80,5. Ja. Als het niet nog iets hoger is geweest. En ik zat vanmorgen op 75,5. Ja, dat is supergoed. Trots op jou. Even met deze, anders krijg je een salmonella high five. Ja, bij mij gaat het ook best wel goed. We hebben dus een andere tactiek nu door gewoon elke dag op de weegschaal te gaan staan. Waardoor je natuurlijk wel meer door hebt dat je af en toe wat meer waarschijnlijk vocht vasthoudt. Dus soms is het iets hoger dan de volgende dag. Maar, ik weet niet of psychologisch gezien dit verantwoord is om er elke dag op te gaan staan. Nou, ik denk dat het eraan ligt hoe je ermee omgaat. Als je gewoon weet van oké, nu hou ik wel wat meer vocht vast. Kijk, het is nooit leuk om erop te staan dat je denkt, potverdikke me. Ik ben 300 gram aangekomen. Nou, of gewoon een kilo. Ja, een kilo, maar als je een dag op... Ja, okay, ja. Dat heeft hij soms ook gedaan, dat je denkt, wat is dit? Ja. Maar het is wel weer motiverend dat je hem dan telkens een klein beetje omlaag ziet gaan. Ja. En soms als je je baalt pas als je na een week erop gaat staan. En dan zal net die kilo er ineens aan zitten. Ja. Dus nu ben ik altijd een beetje kwijt. Hoe lang ben ik nou bezig eigenlijk? Ik heb geen specifieke dag. Dus ik heb ook niet zoiets van... Oh, ik ben nu 3 weken kwijt en ik ben even bezig en ik ben pas dit kwijt. Dus ja, ik denk dat dit wel iets beter werkt. We zijn goed bezig. We eten ook gewoon geen brood, pasta en rijst op dit moment. Nee, en we hebben van de week bijvoorbeeld wel mijn lekkere cheesecake geproefd. Ja, dat doen we wel. Ik moet wel zeggen, hij was wel heel lekker. Maar de volgende dag dacht ik wel... Jammer, had ik niet moeten doen. Of misschien gewoon een hapje. Ja, maar aan de andere kant, schat, we moeten ook gewoon genieten. Als je dan 1 cheesecakeje op een hele week of anderhalve week, dat is toch supergoed? Ja, nou ja, we moeten natuurlijk ook een beetje proeven wat jij maakt, hè? Nee, maar hij was hartstikke lekker, dus het was het wel waard. Maar wat ik al zeg, het gaat best wel goed. Ja. Hopelijk zet dat voort. Bizar. Ja. Ik heb ook nog een lekkere kalfschenkeltje voor van de week. Mm. Voor de stoofpot. Dus maak een soort guvetje, wilde ik maken. Lekker, denk ik. Ja. Ja. Nou, toppie. Ja. Hartstikke mooi. Mooi. Helemaal lekker verder. Dankjewel. Doei. Dag. Hele goeie morgen, het is bijna weekend. Ik heb dit weekend nachtdiensten. Dus overdag lekker veel tijd om dingen te doen. Vandaag op het menu kippendijen met rijst en groenten. En gehaktballetje en tomaatsaus met groenten en aardappeltjes uit de oven. Smoothie en een wentelteefje. Allemaal hartstikke lekker. Maar we hebben natuurlijk de hele dag, de zon gaat schijnen is misschien een groot woord. Ik heb hier alvast de kip... uit de koelkast. Die is gemarineerd gisteren. De rijst is gekookt. Maar het weer, daar had ik het over. Het is best oké weer om in de tuin te werken. En dat moet natuurlijk ook gebeuren, want het hout is besteld. Dat gaat volgende week of zo binnenkomen. Zo dan. 1, 2, 3. Pat, boom. Daar zijn we. Ik ben daar. En ik moet er nog een stuk of 5 of zo.
En dan ligt de fundering. En dan wordt de doek erop. En dan steuntjes. En dan hopelijk komt het hout snel binnen. Hoop gebeuren nog. Dus we gaan snel aan de gang. Zo, we zijn inmiddels alweer een paar uur verder. Ik ben bij de laatste rij. In de laatste rij. Aangekomen in de tuin. Dat gaat super goed. Ik ben inmiddels bezig met de kippetjes, de groenten. De rijst heb ik al gekookt. Ik heb wat aardappeltjes in de oven zitten. Echt super handig, want die doe ik dus eerst 10 minuten. Zo. Kun je het nog zien? Of mij niet? Oh no! 10 minuutjes stomen. En daarna doe ik ze gewoon met olie. Knoflook, kruiden, peper en zout op 250 graden gewoon boven en onder. En dan gewoon totdat ze een beetje donker zijn, krokant en zo. Groenten doe ik in de pan, bokken. Kijk, heel veel mensen vragen mij, ja, hoe doe je nou dit, hoe doe je dat? Er is eigenlijk niet echt één antwoord. Soms doe ik het met heel veel olie, soms doe ik met weinig olie, soms doe ik het zonder olie. Maar dan doe ik het wel minder in de pan, want anders gaat hij stomen. Dan kun je een beetje roosteren als er niet te veel in de pan zit. Zo meteen de uitjes. Hier heb ik al de paprika en de courgette gebakken. Kijk, en dit is dus de kip. Dit is de gemarineerde kip. Twee verschillende tangetjes, want die is rauw en die niet. Dus dan heb je kruisbesmetting en zo. Die is gemarineerd. Ik heb nu al drie, vier verschillende manieren de kip gedaan. Of in de pan, of op de grill op de plaat. Dan wordt ook alles vies. Of in de oven, dan heb je een hele plaat die onwijs vies is. Buiten op de grill vind ik eigenlijk het fijnst, maar ik heb geen gas. Dus dat moet ik steeds regelen. Start. Ik doe het in de airfryer, ook hartstikke leuk, maar er gaan er maar 5 in. Dus het is allemaal, wat is nou het beste, weet je wel. In de airfryer heb ik nu gemerkt 180 graden, 15 minuutjes, dan even draaien en dan nog 12 minuutjes. En dan zijn ze lekker geroosterd. Nou ja, dat eigenlijk. Ik heb zelf salade gegeten met mozzarella en tomaat. Hartstikke koolhydraatarm. Ik kom er wel een beetje mijn neus uit, want ik heb gewoon zin in een stuk chocola. Ga die doen, want het gaat hartstikke goed. Ik ga wel een bakje koffie pakken. Goedenavond, het is weekend. Daar gaan we lekker van genieten. Sergio, helaas nog niet, want die heeft nachtdienst. Maar die is wel super goed bezig geweest in de tuin. Ik weet niet, ik ga niet naar buiten jongens, want het ging net hard regenen en onweren. Dus, maar hij is inderdaad bij de laatste rij. Dus die kan die binnenkort gaan afmaken. Dit weekend is het ook moederdag, dus daar gaan we jullie natuurlijk ook in meenemen. Maar dat zullen jullie pas zien in de volgende vlog. Want ik ga hem voor nu lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie dit weer een gezellige, leuke vlog vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, een belletje aan te zetten als je op de hoogte wil blijven als er weer een nieuwe vlog geüpload is. En dan zie ik jullie weer heel graag bij de volgende video. Ciao!